van stof is. Ja, het is toch een stukje moeilijker, hè? Kijk, nu pas is hij er doorheen. En hoe komt dat? Omdat die leer aan de andere kant zit. Dus als hij zo van bondjas houdt, wil hij vast wel weten van wat het wordt van wat het wordt gemaakt. Heel mooi, het is alsof je een script nu voor ons schrijft. Dat is echt een hele mooie manier en ook respectvol om iemand aan te spreken van, hè, nou, je vindt het mooi, maar weet je wel inderdaad wat daarachter schuilt? Het is de duurste bond die er bestaat. We willen graag een echt interview doen. Ja, ik probeer dat. Dat is goed. Als we dat gaan doen. Hele goede advies. Nou, wat dat was. Zo. Nou, wacht, nog niet. Als ik zeg go. Oké, okay. Onze eerste vraag. Wat vindt u van bont, wat er niet bestaat? Ik hou heel erg van dieren. En ik vind dat dieren prachtig staat. Maar ik vind dat mensen zo opgeven en allerlei manieren zoeken om het niet op te hoeven geven. En één manier is dan om het gewoon supergoed. Je hoort selfie maken met u. Dat mag. Deze kan het goed. Deze kan het goed. Wacht. Hij is even aan het controleren of het nep is of echt. Als het echt is? Ja, dat is nep. Dat is nep. Oké. Hoe jij vindt dat het makkelijk snijdt. Hier zo ga ik de rechte lijn doen. Dat hij gewoon niet schuift. Dan gaan we van boven naar beneden 4 keer. Gaan we het samen doen. Komt ie. Dan tillen we de inkt op. Tillen we hem op. Ja. En dan gaan we. Da 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 da. Pam pam pa da da da. Wauw. Wauw mannen. We hebben dit logootje met die ster. Daar drukken we op.
Ik ben een stinktier en het mag in de luchtballon blijven, zodat ik, of wanneer ik kwaad in de lucht kom, zoals roofvogels, kan ik ze verdrijven met mijn stam. Ik ben een arend, dus als we tegen de... Ik mag in de luchtballon blijven, want ik kan de luchtballon de andere kant op duwen met mijn kracht. Want ik kan vliegen. Zo, ik sta. Ik ben Nicolette. Ik spreek namens alle dieren, want dieren kunnen niet praten. En daarom doe ik dat voor ze. Ik hou van dieren en ik wil ze graag beschermen tegen nadigheid. Daarom wil ik dat ze goed behandeld worden. Ik geef uitleg aan mensen zoals jij, die iets willen weten over dieren. Er zitten zoveel mogelijk dieren in de stallen. De hokken zijn klein en de dieren kunnen niet naar buiten. Maar die hebben ook goed beet, hè, die beesten. En goedkoop vlees geproduceerd. Wij gaan eens kijken hoe het die kippen eigenlijk verging. Want wat weet je nog van die kippen? Wat heb je nog van die kippen gezien eigenlijk, Evita? Dat ze het niet vrij plek hadden om te leven. Ja, ze hadden geen vrije plek om te leven. En hadden ze veel ruimte, konden ze een beetje bewegen. Dus één kind in één vierkante meter. Misschien wil jij er even bij komen staan. Nou, hij heeft twee kinderen in één vierkante meter. Thank you.
dan ben ik niet zo, zoveel waard als ze als die poes. Dus die dieren voelen zich dan ook niet zo gelukkig. Eén iemand hier wat vragen en dan wisselen even, want ik ben heel benieuwd. Alle dieren zijn dezelfde en alle dieren zijn even waardig. Oh. Koeien geven melk, kippen geven eieren. En ja, daarom zijn ze waardevol. En een kat en een hond die geven geen melk of eieren. En we hebben dit jaar voor het eerst een hele speciale prijs. Voor elk bouw. Van alle kinderen van groep 5, 6 hebben wij gekeken wat vinden wij nou de mooiste ontdekking, de gaafste ontdekking. En voor diegene hebben we een cadeautje. En dat is een waardebon. Daar kan je iets mee kopen. Dat is helemaal voor jezelf. Dat heb je verdiend als je deze gekregen hebt. En het was voor ons wel lastig om te kiezen, want we hebben vanochtend hadden we al jullie ontdekkingen bij elkaar. En er zaten zulke prachtige ontdekkingen tussen, dat het heel moeilijk was om te kiezen. Mijn grootste ontdekking is dat ik kan interviewen met een iPad. En ik weet nu hoe ik een etogram moet invullen. En ik weet wat turven is. En ik heb geleerd mijn eigen mening met argumenten te zeggen. Want dit is de ontdekking van Sherriar. Van jou. Dus even... Alsjeblieft, kijk dit gewoon zo. Ik moet een foto maken. Sherriar is nog niet zo lang in Nederland. Een jaartje hoor ik, ongeveer een jaar. Zoiets. En Sherriar die kan al super goed Nederlands praten. Heeft zo zijn best gedaan. En dat vonden wij zo knap. Daar willen we hem voor belonen. Heel veel succes komende schooljaren. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik vond het heel leuk. De juffer vond het ook heel gezellig bij jullie in de klas. Gefeliciteerd. En nu gaan we met z'n allen even kijken naar de film. Die gemaakt is van onze kleine stukjes, de stop-motion film. Ja. Zo, en dan schuif je en dan. Ja, oké.